Verdomme. Dit is echt niet jouw dag, hè? Godverdomme. Film. Nou, zoenen hebben we dat ook weer gehad. Dus kom eens doen. Dit is een food review. Dat heb ik ook nog nooit gehad. Maar op reclame ziet het er altijd heel lekker uit. Nou. Mijn ochtend, ik weet niet, mijn hele systeem werkt vandaag niet. Ik zou gaan sporten met Bart en Roma om 12:45. Dat red ik niet meer, omdat, kijk hoe ik altijd het regel met de trein. Is mijn trein gaat altijd om 11:40 of 11:10. Eigenlijk 11:41 en 11:11. En dan ga ik terugrekenen. Ik ben ongeveer een kwartier aan het fietsen. Maar ik wil wel een beetje op tijd zijn. Oké, als de trein om 11:11 gaat, ga ik 20 voor 11 weg. Moet ik dus 20 voor 10 moet ik eruit. Nou, prima. Vandaag heb ik dat ook gedaan. En toen dacht ik, nou dan ga ik pak ik de trein van 12:11. Maar dan kom je om 12:38 op het station aan. En om 12:45 gaan we sporten. Mijn hele terugrekenmethode heeft vandaag niet gemerkt. Godverdomme. Ik zei toch dat ik vandaag niet werk. Mijn hele systeem is gewoon. Daarnaast deed ik net het volgende. Ik pak een nieuwe pan. Zoals je ziet een niet zo'n hele grote pan. Maar wat deed ik? Ik zette deze grote pan met deze grote onderleg, hè. Zette ik op dit kleine ding en deze kleine pan zet ik hier zo neer. Ook dom. Ik weet echt niet waar ik mee bezig ben vandaag. Ik weet het echt niet. Ik werd ook raar wakker en zo. In ieder geval, ik ga even ontbijtspek bakken. Want ik geloof niet dat je dit gewoon zo kan eten. Kan je ontbijtspek gewoon zo eten? Gewoon rauw? Je moet dat toch eerst bakken? En moet dat worden gebakken in boter? Nee toch, dat kan je toch gewoon bakken zonder boter? Ik weet het dus echt niet, maar ik ga het nu bakken zonder boter in deze kleine pan. Misschien ben ik het wel helemaal aan het vernachten hoor, dat kan best. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Is dit de bedoeling of ga ik mijn huis afvikken? Ik geloof het niet, ik vertrouw het niet, ik vertrouw het echt voor geen ene meter. Oké, misschien moet hij ietsje zachter, doe maar ietsje zachter. Jezus, hoe gaat dit snel? Wat een gekkenhuis! Gekkenhuis! Echt alles gaat fout! Kut. Oma, als je dit kijkt. Hoe werkt dit? Hoe moet ik dit doen? Hoe werkt dit? Oké, ik ga ze nu al flippen. Oh, dat hoeft nog lang niet. Volgens mij heb je serieus geen boter hiervoor nodig als ik dit zo zie. Oh. Oké, de afzuiging staat aan. Die hoor je, maar dit heb ik ervan gemaakt. Ik heb het gebakken. Het ruikt lekker. Mijn moeder zei dat je het op zich wel rauw kan eten, maar dat het wel heel taai is. Nou, dat heb ik gemerkt en ik heb een stukje geprobeerd. En dat je dit eigenlijk het beste met ei kan bakken. Maar ik heb het gewoon zo gebakken. We gaan trouwens naar school vandaag. Daar heb ik oprecht echt heel veel zin in. Het is niet voor heel lang. Het is 3 kwartier les of zo heb ik. Maar boeien. We maken het gewoon gezellig. Wordt gewoon leuk. En we blijven echt wel wat langer dan 3 kwartier in school. Dus het wordt weer een gezellige dag. En ik ben voor de eerste keer ooit The Wolf of Wall Street aan het kijken. Hoe ik die film nog nooit heb gezien? Ik heb geen idee hoe ik die film nog nooit heb gezien. Het is volgens mij echt een ontzettend beroemde film. En ik doe verdomme een opleiding over films, AV-specialist, alles met camera's en audio en zo. Ik doe letterlijk een opleiding. En ik heb deze film nog nooit gezien. We gaan nu even dit proberen trouwens. Ja, dat is gewoon tevreden. Ja? Maar jij hebt volgens mij hetzelfde. Hoi, hoi, hoi. Auw, auw. 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 Oké, we zijn op school. Verdomme. Ah, nu ben ik nog duizendig ook. Oké, ik ga wachten. Film dit eens. En je slaat in mijn lul. Film dit eens. Ik ga even. Nee. Jawel, ik ga even buikspieren. Doe gewoon lekker zo. Nee. Je moet jezelf filmen, je bent hier. Ik weet niet wie hem op manual focus heeft gezet, maar alles was onscherp. Allemaal in alle fases in mijn leven. Oh, ik ben helemaal duizelig, man. Ik ben echt duizelig. Deze lichtjes in mijn hoofd. Nou, we zijn op school. Daar moet je me knippen. En dan wel met een sound effect. Nu moet je echt normaal doen. Nu moet je echt normaal doen. Je moet even jezelf filmen. Oké. Hoe ging het sporten? Goed. Lekker. Waar was jij dan? Ja, weet ik niet waar ik was. Jongen, je moet ook even de vlog kijken. Alles ging fout in de ochtend. Ik was ook bijna weer te laat voor nu, maar ik ging weer terugrekenen en toen zei ik, oh dan kan ik om 12:38 weg of zo, maar dan kwam ik ook te laat voor deze les, of ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het niet, vandaag is niet mijn dag. Ik vond het ook raar. Ik wist.
gewoon nog steeds deze gast zijn telefoon, hè? Hij heeft het totaal niet door. Ik accepteer gewoon dat ik deze moet herkennen. Waar is mijn telefoon? Dat weet ik niet. Waar jouw telefoon is. Ik heb je camera, als je dat wil. Ja. Met tegenlicht. Geen GCV. Waar is het ding? Tegenlicht? Nee. Heb jij mijn telefoon? Nee. Waar de fuck is mijn telefoon dan? Ben je hem niet onderweg kwijtgeraakt? Of daar laten liggen? Dit is echt niet jouw dag, hè? Wanneer had je hem voor het laatst? Dat weet ik echt niet. Heb je hem niet in de bus laten liggen? Nee, ik heb hier een half uur buiten gestaan. In mijn eentje, omdat er niemand was. Ligt hij niet buiten dan? Gekeken. Ja, jij hebt hem. Ik zie dat je... Ik heb hem totaal niet. Hier, ga maar lekker in mijn zak voelen. Ja, jij zei bijna... in je zak voelen. Ja, nu kunnen we geen wordfeut meer spelen. Ja. Omdat ik met... Mag ik een kuntje raken? Ja. Mag ik een kuntje voelen? Nee, je hebt hem echt niet. Nee. Ja. Nee. Sta nog eens op. Nog bijna. Ik zag het laatste stukje, zag ik nog. Hij doe je uit je zak. Echt, hoe? Weet ik niet. En toen was hij op de grond en jij werd overal heen geslingerd. Ja, dat is niet goed, joh. Nee. Good, sorry. Nou, heb ik niet doorgehad. Gewoon een wordfeut spelen. Ja, wij spelen wordfeut, wij worden oud. Maar Roma, weet je, jij ook wordfeut doen? Want Bart is echt altijd zo traag met de wordfeut dat ik deed, ik moet wachten op de wordfeut. Hoe heet die app? De wordfeut. Je kan het trouwens met de drieën doen, hè? Weet je dat? Nee, dat wist ik niet. Hier, emu voor 17 punten. Wat de fuck is een emu? Ja. Hoezo is dat punten? Wat een onk! Ja. Keren Ruighoek heeft emu gelegd voor 17 punten. Hoe is dat mogelijk? Nou, dit is het spelletje. Jeffrey staat poepen trouwens. Oh, interessante informatie. Hier, dit is ons spelletje en het gaat echt supergoed. Mimu. Ik heb het nu al. Ja, dat is leuk. Jij gaat ook Wordfeut downloaden, hè? Ik tril. Hoezo tril ik? Broer, ik trilde gewoon. Oh, heeft hij pijn? Wat deed jij? Sloeg jij met dat ding, Bart? Nee. Dat is hard, jongen. Het slaat er helemaal neer. Oh, daar gaat hij hoor. Oh! Wat is dit? Niks klopt hier. Niks maakt... Oh, nothing makes sense hier. Hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Ja, dat vind ik ook. Doei. Ik ga met je, Vinnie. Kan je lopen? Een soort van. Oké. Ik ben ook door mijn enkel gegaan, hè? Ah, nee. Zaterdag met feesten. Ik was aan het dansen en toen viel ik zo. Ja, dat was echt leuk. Nee, ik moest mee, dus dan wordt dit ook allemaal gefilmd. Nou, zoenen hebben we dat ook weer gehad. Okay. Zoenen? Ja, zoenen. Wie? Gast. Oeh. Afgewezen. Dat gebeurt nou bij mij ook. Ach. Nee, dat hak er niet op. Kut, sorry. Maar kut. Je hebt het recht om bezwaar te maken op dingen die niet kunnen. Ik wil het weer. Dit is dus hoe het op school gaat. Ja, ik had echt gewoon shine. En nu ga ik dit doen, metadata dialog. Waar moest je dit ook allemaal in? Het is, oh jezus. Oh, wat heb je gegeten? Dat ben jij. Godverdamme. Hoe is het met jullie? Ja? Ik ben op school. Ja, met Jeffrey. Ja, gaat het goed met jou? Gaat het goed? Nee, dit is een vraag aan jou. Gaat het goed? Ja, het gaat goed met Jeffrey. Ga naar de Mac straks, want ik heb zin in een kipburger. Zouden ze die dubbele kipburger al hebben? Kipburger? Durf ik niet te zeggen, man. Zouden ze die al hebben? Ik heb echt energiekick op een of andere manier. Het komt zo. Ik heb Jeffy niet gepakt. Nou, denk ik niet. Oh, ze heeft me... Oh. Kijk, ik heb een dubbel chili chicken. Dat is dus nieuw in Nederland. En ik heb dat nog nooit gehad, dus dat ga ik nu even proberen. Kijk, geef me een dingetje. Wat is dat? Een dubbel chili chicken. Ah. Jezus. Mm-hmm. Gewoon chili chicken, maar dan dubbel.
Echt dat wel? Ja, we gaan een McWrap eten. Dit is een food review. Dit heb ik ook nog nooit gehad. Maar op reclame ziet het er altijd heel lekker uit. Nou, in het echt iets minder dan op reclame. Maar we gaan het wel even proberen. Kom je op, eerste hapje. Lekker! Hele andere smaak dan normaal van de McDonald's. Kip of zo. Ja. Maar dit ben ik niet gewend van de Mac, maar dit is lekker. Ook goed. Maar de McWrap is alleen maar kip of ook iets anders nog? Kip, met tomaten, sla, mosterd, saus en nog iets volgens mij. Ja, maar we hebben ook andere versies. Of is alleen dit de McWrap? Ja, vega en dat. Oké. Dat weet ik niet, maar dit is lekker. Nou, fijn. We blijven gezond eten vandaag. Wat lekker zeg! De wrap was trouwens een 6,5, want het was heel snel koud. Ja, dat ding is volgens mij niet koud. Heel snel koud wil ik zeggen, maar die is volgens mij heel heet. La pizza, la pizza. Ja, we gaan lekker pizza eten, maar ja, dat is niet echt, voor de rest niet heel interessant. Maar de wrap was heel snel koud, dus nou. Ik eet normaal liever wat anders.